Ik moest een lezing geven bij het CJIB. Kunt je voorstellen? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus ik check in mijn, hoe heet dat? Internetbankieren. Ja. Hoeveel ik al gedoneerd heb. Ja. Ja, om te kijken, zijn we een beetje in balans met de tarieven. Dus dat we toch ook weer in mijn mail meteen. Ja, goed. Ja, ga door. Dus, nou, dat was redelijk uit balans. Mijn tarieven zijn niet eens zo slecht. Maar ik had toch meer gedoneerd dan het tarief. Dus ik denk, ik moet nog een keer terug. Ja. Maar goed, even dat aan de kant. Hè. Dus ik naar Leeuwarden, want het is toch wel een klein eentje rijden. En ik zit zo lekker te rijden. Ik had een klant aan de lijn. Gelukkig Hans Vrie, dat is wel belangrijk. En haalt een politieauto mij in. Nou, kan gebeuren. Dus geconditioneerd als je bent, check even. Heb ik mijn stoelriempje aan enzovoort. Ja, dat is allemaal prima in orde. Hij reed wat langzaam, dus ik haal hem weer in. Ja, dat is gewoon Stukje haasje over. Ja, een stukje haasje over. Ja. Wat gebeurt er? Hij haalt mij weer in. Maar ik heb best wel een aardige auto. Ook helemaal volgepakt met bepaalde accessoires. Maar ik mis wat hij had. Hij had een plankje, een soort bordje. Dat klapte op achter zijn hoedenplank. En er stond op, volgen. Ik denk, hé, dat heb ik niet. En vanuit verwondering, want ik denk, nu moet ik verwonderen. Dus ik verwonder mij over het feit, hoeveel auto's zitten er tussen dat bordje en mij? Niets. Dus ik denk, dat is voor mij. Jan, kom op. En op dat moment denk ik al, let op, hè, want Rotterdam-Zuid zijn boefjes natuurlijk. Dus die beginnen een beetje, kun je niet wat anders doen? Hè, dan geen boefjes van in plaats van hardwerkende mensen. Nee, niet bij de hand. Love. Dus wij de weg af. En er komt zo'n beer van zo'n agent uit die auto, weet je wel. Zo'n dikriek. Tok, tok, tok op dat raam. Hè. Waar zijn wij mee bezig? Hey, als je liefdevol luistert, vind je openingen. Dus ik zeg tegen hem, wij zijn allebei even van de weg afgegaan. Ja. Weet je wel? En dan zou je lachen. Hè? Oh, zegt hij tegen zijn collega. Het is er zo. We hebben hem bij de hand. Shit, dat wilde ik eigenlijk niet zijn. Hè? Nee, dus rustig. En dus komt hij terug. Rustig. En waarom zijn wij allebei van de weg afgegaan, denk jij? Weet je wel? Ik zeg, een mooie vraag. Ik zeg, kunt u me helpen? Kunt u me beeld rijden? Kunt u me helpen? Ja, zegt hij. Weet je hoe hard je daar mocht rijden? Ik zeg, nou, even gevoelsmatig. 120. Hij zegt, 70? Ik zeg, wat? 70? Ik zeg, nee, man, wat ben ik blij dat jij me van de weg afgehaald hebt. Ja, we moeten dansen. Niet sleuren. Hij zegt, blij? Ik zeg, ja, wat had er niet kunnen gebeuren als ik gewoon met 100, 120 doorgekacheld had? Ja. Hij zegt, precies. Ik zeg, juist, je hebt me geraakt. Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten? Ja? Ja, je moet wel, hè? Blijven. Hij zegt, nee, dat niet. Ik zeg, dan zijn we eruit. Ja. Hij zegt, zijn we eruit? Ik zeg, nou ja. Dan? Hij zegt, en die bekeuring dan, zegt hij, moet op letten. Ik zeg, goed dat je het zegt. Ik zeg, daar ga ik niet over. Dat is uw ding. Ik zeg, maar mag ik ook een vraag stellen? Hè? Weet je wel? Hij zegt, ja, wat wil je weten dan? Ik zeg, nou, ik zou eigenlijk het volgende willen van u, of dat mag. Ik ben op weg naar een klant. En wat ik zou willen vertellen is wat de werkelijke functie van de politie is. Ja? Mm-hmm. Dus niet wat er op uw kaartje staat. Ja? Mm-hmm. Agent zoveel en u moet zoveel bonnen scoren. Hè? Tegenwoordig hebben jullie ook KPI's. Mm-hmm. Ik zeg, nee, wat is nou de werkelijke functie van de politie? Dat is mensen zoals mij bewust maken van hun gedrag en de consequenties. Op allerlei terreinen. Zodat veiligheid, plezier en met elkaar omgaan, respectvol, dat gaat leven. En dat heeft u bij mij gedaan. U heeft mij knalhard geraakt. En dat wil ik vertellen bij mijn volgende klant. Dat de werkelijke functie is van de politie. Hij zegt, je hebt wel een punt. Hij zegt, dat klopt wat jij zegt. Ik zeg, ja, dat geloof ik ook. Ik zeg, dus die bekeuring heb ik niet nodig. Hij zegt, eigenlijk ben je een vuile rat. Hij zegt, maar rij maar. Hey, trouwens, zegt hij, die klant, wie is dat? Ik zeg, het CJIB. Ja. Hij zegt, nee. Je zit me in de zeik te nemen. Ik zeg, jawel, kijk maar. Hij zegt, dat vind ik wel leuk. Hij zegt, want dat gaat ten koste van hun omzet. Hij zegt, maar je moet niet zeggen dat ik het gezegd heb. Ik zeg, nee, wij zeggen niks. Vind je leuk? Maar dit is toch liefde, man? Je kunt die vent ook natuurlijk plat schelden. Ja? Maar je kan ook dansen. En wat vereist het? Oefenen. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Okay, ja, het wordt een spel wat echt gespeeld kan worden. With love.